Vandaag bakken we met de Susi All-in mix voor boerenbrood. Net zoals alle andere broodmixen van Susi, bevat deze mix alleen natuurlijke ingrediënten. We maken brood in de broodmachine en laten zien hoe je ook heel eenvoudig een ambachtelijk boerenbrood maakt. Knip de zak Susi All-in mix voor boerenbrood open en doe de inhoud van een klein pak van 500 gram meel rechtstreeks in de mengkuip van de broodmachine. Giet er 300 ml koud water bij. Zet de menkuip in de broodmachine, sluit de deksel en selecteer een bakprogramma dat tussen de 2 en 4 uur duurt. Druk op Start en de machine gaat voor jou aan de slag. Haal aan het einde van het bakprogramma de bakvorm uit de machine en laat het brood eruit glijden. Zoals je merkt, pak je met behulp van de Suzy All-In Mix voor boerenbrood en de broodmachine zonder moeite. Een lekker boerenbrood met krokante korst en stevig kruim. Om een ambachtelijk boerenbrood te maken, kun je zowel met de hand als met de broodmachine kneden. Wij laten je zien hoe het met de broodmachine werkt. Knip de zak al en mix voor boerenbrood open. Zet de mengkuip van de broodmachine op een keukenweegschaal en weeg 500 gram meel af. Doe er 280 ml koud water bij en let erop dat je goed koud water gebruikt. Sluit de geopende zak al inmix met de handige Sousi vershoutclip. Plaats nu de mengkuip in de broodmachine en laat de machine het deeg gedurende 20 minuten kneden. De broodmachine zal zorgen voor een makkelijk te bewerken homogeen deeg. Haal het deeg uit de machine en leg het op een bord of in een kom. Bedek het deeg met huishoudfolie en laat het 30 minuten rijzen op kamertemperatuur. Druk het deeg plat met de handen en maak er een mooie ronde bol van. Beleg een bakplaat met bakpapier en leg het deeg erop. Bedek opnieuw met huishoudfolie en laat 15 à 20 minuten rijzen op kamertemperatuur. Verwijder de huishoudfolie en bestrijk met behulp van een bakpencil het deeg lichtjes met water strooi er dan witte bloem over en maak met de scherp mes 5 à 6 insnijdingen van boven naar beneden en 5 à 6 insnijdingen van links naar rechts. Zo krijg je een mooi blokjespatroon in je brood. Dek het deeg opnieuw af en laat nog 15 à 20 minuten rijzen. Bak het brood 30 à 35 minuten in een voorverwarmde oven op 220 graden Celsius. Haal het brood uit de oven en laat afkoelen. Succes met dit ambachtelijke boerenbrood! En eet smakelijk natuurlijk!